Welkom terug, Mark. Ja, ik ben gebleven. Je bent gebleven. Daarnet hadden we het er al even over. Je mag een primeur weggeven. Dit is het moment. Ja, zou ik het wel doen? Ja, nu niet twijfelen. Hè. Kom, we willen het weten nu. Ja, het is heel leuk. Het ligt een beetje in het verlengde van wat jij doet. We gaan vanaf september bij Ment wekelijks een programma brengen rond cultuur in de breedste zin van het woord. En daar gaan we een forum aan geven. En ik mag dat hosten. Ja. Jij mag dat hosten? Ja. Wat een ongelooflijk leuk nieuws. Ja, het is spannend, maar het is ook wel leuk, denk ik, zowel voor mensen die naar het theater, naar een expo, naar een festival gaan, als ook voor de producenten. Want het is de bedoeling dat we de producten dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter bij de producten, als je het gewoon economisch zou vertalen. Ja. Oké, ja, ik hoor jou spreken over theater, expo, festival. Dus je wil ook breder gaan dan enkel het theaterhuis. Ja, het is zo dat wij merken dat producties die een heel, of activiteiten die een heel ruim publiek aantrekken, dat die het vaak moeilijk hebben om op televisie te komen. Hè. Hooguit één minuutje in het nieuws, als ze wat geluk hebben. Ja. En dat is dan vaak wat men noemt de hogere cultuur. Maar er zijn zoveel mooie dingen, zoveel waardevolle initiatieven in Vlaanderen die zo divers zijn. We hebben een heel rijk cultureel leven. Hmm. En dat willen we in kaart gaan brengen. Ja, ja, echt alle initiatieven onder de aandacht brengen. Ja, het kan gaan van een stand-up comedian over een poppentheater, over circus, over een musical, over een expo, een festival, een concert, cabaret, noem maar op. Wanneer mensen op een podium komen en schreeuwen om publiek, dan zullen wij hen helpen schreeuwen. En wij willen ook mensen vooral laten proeven over het muurtje van het vertrouwde heen kijken. Dus met nieuwe dingen in contact brengen. En ik denk dat we daar heel wat mensen gelukkig mee kunnen maken. Ja. Een beetje experimenteel om mensen ook andere vormen te laten leren kennen in principe. Het is vooral de bedoeling dat we een leuk programma gaan maken. Iets dat lekker weghapt, zoals ze dat ook wel eens omschrijven. Dus het moet allemaal gezellig en leuk blijven, maar we willen mensen toch wel op een affiche attent maken. Want dat wordt de titel trouwens. Dat is een tweede primeur die je krijgt. Het wordt affiche. Affiche. Alles, alles wat we willen afficheren en alles wat ergens gepubliceerd moet worden, dat gaan want wij doen. Want jij wordt de host, dus je gaat mensen interviewen en mensen komen spreken over hun initiatief of voorstelling, expo, noem maar op. Ja, ik moet de primeurs uit de neus halen, zoals jij dat daarnet bij mij probeerde te doen. Dat is een beetje mijn taak, maar ook gewoon en helpen hun verhaal te vertellen en vooral ook kijken vanuit de persoon die in het zeteltje zit. Hè, van wat mag ik verwachten? Hoe wordt het gebracht? Waarom is dit interessant? Wat is er allemaal te zien? Wat gaat er in de theaters komen? Oké, heel fijn. Ik word een beetje de cultuurdokter, zeg maar. Ik mag de vinger op de pols van de cultuur leggen. Mooi, mooi, mooi. Mocht affiche niet goedgekeurd geraken, dan de cultuurdokter. Ja. Laten we het maar bij affiche houden. Dat is goed. En wanneer ga je op antenne? We gaan op antenne in september. Het eerste weekend van september. Dan hopen we dat de cultuur terug in volle kracht kan floreren. Ik hoop met u mee. Ja, dan heeft iedereen wat te vertellen. En dan zijn we met affiche wekelijks bij Ment. 1 uurtje in de week. En wellicht ook een paar keer heruitgezonden, zodat mensen het op andere momenten kunnen herbekijken. Een uurtje in de week affiche met Mark Boom. De vaste afspraak, noteren en niet vergeten. Ja, precies. Ja. Je verkoopt het helemaal goed. Ik ga kijken, sowieso. We hebben al 1 persoon die kijkt, maar hopelijk gaan er heel veel volgen, want het is voor hen dat we het doen. Hè. Ja, absoluut. De mensen die kijken, moeten daarna ook gaan kijken. Dat maar is een mooi initiatief, want de cultuur zal het kunnen gebruiken natuurlijk, hè, na zo'n periode. Het is met een groot hart en ik sta aan de beide kanten. Ik zit vaak in de theaterzetels, maar ik sta ook vaak in de coulissen of op de planken. En dan voel je die polsslag en dan zeg je, het is heel nodig. En ondanks corona, en laat ons hopen post-corona, dan kan cultuur altijd een duwtje in de rug gebruiken. Ja. Absoluut. Dankjewel, Mark, voor je komst. Graag gedaan. Alle informatie over affiche kan je natuurlijk vinden op de website van onze zender.